is een renner de gracht in gereden. En waar ligt hij? Daar ligt wel zijn fiets. En hier is dat moment. Ai, een skyrenner. Ai, dat is ook een enorme stuurfout van die renner die daar voorbij gaat. Die rijdt hem als het ware de fiets uit de hand. Dat zagen we ook al gebeuren bij Tony Martin. Hij komt eruit. Ai, 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 ai. Kenno, de man die gisteren zo hard reed in de finale, die zo belangrijk is geweest voor de overwinning van Froome. Daar word je erg boos van. Dat is echt, en hij valt natuurlijk nog wel even op het wegdek. Kijk naar zijn linker elleboog. Die renner die daar buiten langskomt, die weigert te remmen voor hem. Hij raakt daar het wegdek nog. Vogt kan nog net stoppen. Maar die renner die daar, dat is echt not done. Dat is dus daar waar er geen plek is, er toch voorbij gaan. En dan rij je een renner van achteruit het stuur uit zijn handen.